In opdracht van de Nederlandse ambassade vindt op zaterdag 16 juli de één na laatste editie van de Take It to the Street plaats. Dit gebeurt op het terrein van het kindertehuis Nos Casitas te Hanaslust. Na 13 eerdere zeer geslaagde edities in 9 districten is het de beurt aan de kinderen van Nos Casitas om te laten zien wat zij kunnen op het gebied van zang, dans, rap, graffiti, spoken word en natuurlijk ook voetbal. Ook zullen Geoffrey Bell, Dion Denswil, Enver, Solitaire Bonito, Simple, Virgil Pinas, Michael Maatstap, Dizzy en de Skaters en MBX'ers onder leiding van Lucas weer van de partij zijn. Op 20 augustus staat het main event van dit succesvolle project op het programma. Informatie over locatie en line-up worden tijdig bekendgemaakt, maar het wordt zeker een spektakel.